kort een kwartier is wat aan mijn schoenen lijkt, zoals je ziet. Even verreuren, stik SVB op, als we zelf die kwiet. Andere jongen, maar zelf heel veld in mijn lijn, zelf die. Ik wil SVB opzetten, ik ga ze weer kennen. Ja, hier kom je natuurlijk bij de familie Maas, hè. Jan en Gedda. Ja, dat is ongekend wat hij allemaal kan en mag. Dat is een echte gemeenschapsmens. Die loopt hier in en uit. Je bent er vandaag niet, maar wie weer zijn spreken, die hebben een sleutel van een kluis van Jan, die kan er al van inkomen. Hier hebben we magazijn, ons magazijn van SVB. Alles weer in elkaar, moet je dat ook zien. Dure troepen, doe aan de schaft. Wordt allemaal dreur gemaakt, wordt allemaal wassen. Man. Het klinkt allemaal wel mooi, maar eenvoudig is het. Kijk, hier ons magazijn. Net is geordend, zeg ik zelf. Alle doeken, zeilen die we nodig hebben. De bodden. Vanaf 8 uur entree. Ik heb hem 12 jaar gratis. Hier de verdrinksteen. De verlichting voor de kinderwagens. En er komt de hele dag komt hier nieuw materiaal in. Dus iedereen, Kasselcommissie, Entertainmentcommissie. Kijk, dit is van de Entertainmentcommissie, Festuniek. Dat is de lessenaars. Blonden zitten er nog aan, maar goed. Kijk, en wij zeggen ook altijd: zorg ervoor dat je in Beltrum netjes houdt. Dus de borden die aan de kerkpalen bevestigd waren. Festuniek, eerste zondag van september. Ik ben vanmorgen allemaal weer gedemonteerd. Allemaal in kratten. Netjes voor elkaar. Ik kom ze volgend jaar zo weer monteren. Maar wie stuurt dit aan? Gaat dit allemaal uit de mensen zelf? Of, Ja, ik noem dat een cultuur in een vereniging. Iedereen eigenlijk weet, daar word je met opgegroeid. Ik moet eerlijk zeggen, die Nick, wie buitensteed is, dat aardig veel op. Die houdt van orde en netheid. Dus berg het netjes op, zet het bij elkaar. Kijk, hier het lounge-set. Ook een paar jaar geleden aangeschaft. Dat was weer mooi weer, zet het onder de lijf. Dan kunnen de mensen nog meer gezelligheid en comfort bieden. Dus alle borden, maar ook dit, hebben kassa's. Kijk, die gebruikt voorbeeld de mogen. Dat was vaak zeggen we andere verenigingen en dat was. Dus hier is het precies op een karretje. Jongens een karretje maken. Gezonde boeken is gewoon. En door heb je twee kassa's. Met iedereen gebroken kan en mag. Dat is nu privé diepvries nog. Die vrouw is hier. Hij ouder wordt, dan moet er een kas komen. Met een rechte rug. En of moet er de vrouw er niet op kop in. Ja, dat gaat allemaal beelden. Ik heb allemaal een boekkast op diepvries. Wat een broek voor de ijsblokjes. De hoogste die wat te huren. Dan heb je een paar honderd euro gespaard voor de broek.